Goedendag, welkom bij weer een nieuw middelmoment. Vandaag gaan we het hebben over kartplug demontagegereedschap. Daarvoor hebben we diverse tools bij ons in het gamma, waarvan ik er hier een paar uitgestald heb die ik nader ga toelichten. Ik wil straks beginnen met de 3121 ML. Dat is deze sleutel. Een bekende die onder andere vaak bij de Franse auto's wordt gebruikt. Die heeft een 8 mm vierkant en een 10 mm vierkant op één sleutel zitten. Tevens zijn er diverse assortimentsboxen te verkrijgen. Dit is de 8500 van Midlock. Er zitten zeskant doppen in en er zitten vierkant doppen in met een vierkant aansluiting. En ook een driehoek. Alle hebben gewoon een aandrijfvierkant op de achterkant zitten die bijvoorbeeld op een ratel gebruikt kunnen worden. Iets vergelijkbaars, maar dan in één sleutel. Dat is handig om bij de brug te hangen. Aan één kant zitten dan de vierkant aansluitingen, de maatvoeringen staan op de sleutel vermeld. Door het te verdraaien pakt u een andere maatvoering. En aan de andere zijde zijn dan de zeskant uitvoeringen. Ook hetzelfde principe, door het te verdraaien krijgt u de andere maatvoering. Tevens zijn er tegenwoordig cursus kartenpluggen in omloop. Die hebben een ander soort tool nodig. Daar hebben wij de VFP3 voor in ons pakket. Er zit een teugsleutel in en diverse tools voor het demonteren van de kunststofpluggen. Je pakt de tooltje erbij, zit een verloopstukje bij en dan kunt u uiteindelijk de dop opzetten. In dit geval pakken we het verlengstukje. De speciale aansluiting valt in de opening van de kartenplug. Daar plaats je hem in en op die manier kunt u hem demonteren. Dit zijn een x-aantal tools die te verkrijgen zijn. Het overige van het gamma is terug te vinden bij ons op de site www.midlock.nl. Bedankt weer voor de tijd en uw aandacht en tot de volgende keer.